الشرط الرابع من شروط الصلاة النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. Volgende voorwaarde van het gebed is de intentie. De intentie vindt plaats in het hart en deze uitspreken is een innovatie. الخامس لابد قبل أن يدخل في الصلاة لا يدخل في الصلاة إلا وهو على طهارة إما عن طريق الوضوء أو الاغتسال. Voordat men het gebed binnentreedt, dient men in staat van reinheid te zijn. En deze reinheid wordt behaald door de kleine rituele wassing of de grote wassing als dat nodig is. نعم. فيا ارفع هذا يسميه العلماء حدث اكبر هذا يرتفع بالاغتسال حدث اصغر يرتفع بالوضوء. Dit is bekend bij de geleerden als de kleine hadith, de kleine onreinheden en de grote onreinheden. De kleine onreinheden worden weggenomen met de kleine rituele wassing en de grote onreinheden worden weggenomen met de grote wassing. يعني خرج منه ريح او بال مثلا وصلى لم يتوضا الصلاه باطله. Als iemand dus bijvoorbeeld een wind laat of urine vrijkomt en hij verricht dan het gebed, dan is zijn gebed ongeldig. كذلك لو خرج منه مني مثلا وصلى ولم يغتسل فالصلاه باطله. Zo ook als iemand bij iemand sperma vrijkomt en hij bidt hiermee, dan is zijn gebed ongeldig. السادس إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء عن البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. En de volgende zaak is dat een persoon zijn kleding dient te reinigen en er geen onreinheden op zijn lichaam bevinden en op zijn gebedsplaats, dus de plaats waar hij gaat bidden. نعم لكن لو صلى واكتشف بعد الصلاة أن على ثوب نجاسة مثلا وهو لا يدري عنها وصلى فالصلاة صحيحة ولا أعاد عليه والله أعلم. Als iemand bijvoorbeeld het gebed verricht en na het gebed afgerond te hebben komt hij erachter dat er iets van onreinheden op zijn kleding bevindt, dan is zijn gebed ongeldig en hij hoeft het gebed niet opnieuw te verrichten.